Ik heb vandaag vier zieke collega's en ook helaas de keuze moeten maken om voor alle vierde groepen ze naar huis te sturen. De aanhoudende griepepidemie zorgt op veel basisscholen voor flinke problemen. Steeds meer docenten melden zich ziek en vervangers zijn nauwelijks te vinden. Die zijn gewoon heel simpelweg op. Onze opdracht is goed onderwijs geven, vijf dagen in de week en dat kunnen we niet meer waarmaken. En dat is verschrikkelijk. OBS De Wissel heeft vorige week ook al een aantal klassen naar huis moeten sturen. Ouders zijn vooral verontrust. Voor ouders willen ook graag uh, dat hun kind goed onderwijs krijgt. Dus dat zijn reacties en die zijn terecht. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, ouders die zeggen, ja dan heb ik een probleem. Uh, want ik moet naar mijn werk en dan, uh, dan kan, uh, kan mijn kind niet komen. Um, maar ouders mogen ook de keuze maken om wel te komen met hun kind en het hier te brengen. En dan verdelen we het kind in de school. Op nu.nl wordt geïnventariseerd hoeveel scholen zonder vervanging zitten. Op zeker zeven Noord-Hollandse scholen zijn vandaag klassen naar huis gestuurd. We doen vreselijk veel moeite om, eh, om leerkrachten te vinden. Eh, maar dat het probleem zo groot was, dat had ik ook niet gedacht.